Leden van de Nationale Assemblée willen dat de regering meer informatie geeft over de cyanide-kwestie in het district Brokopondo. Daarom heeft DNA-voorzitter Marinus B. de regering in de gelegenheid gesteld om alle gestelde vragen mee te nemen en de antwoorden voor te bereiden voor de vergadering van aanstaande dinsdag. VHP-parlementariër Deo Charman zegt dat er onderzoek gedaan moet worden naar de dieperliggende oorzaak van deze milieuvervuiling. Maar het probleem ligt dieper. Het probleem ligt bij de hebzucht van mensen. Hebzucht van de lokale bewoners, hebzucht van ondernemers, hebzucht van bij politieke toppers die niet in staat blijken om alles wat met goudsector te maken heeft, om dat op een juiste en correcte wijze te gaan ordenen, dat het op een richtige manier kan gebeuren, dat al die consequenties waarmee we vandaag te kampen hebben, dat die zich niet zouden voordoen. Voorzitter, die cyanide, dat kwik, valt niet uit de lucht. Die komt via, en de hoeveelheden die gebruikt worden per kilogram goud, wordt er minimaal 1,5 kilo kwik gebruikt en 2 kilo cyanide gebruikt. Dat komt gewoon via de haven van onze havens hier. Dat zijn netwerken. En de netwerken worden beheerd en beheerst door toppers in dit land. En als u denkt dat het anders is, dan leef ik op een andere planeet. Ja. Vice-president Ronnie Brunswijk liet weten dat het probleem van milieuvervuiling niet van nu is. Zeer waarschijnlijk worden er al jaren giftige stoffen gebruikt in Surinaamse wateren om goud te vinden. Na een persoonlijke oriëntatie zegt de VP te moeten concluderen dat vanaf Para meerdere gebieden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Niet alleen DNA, maar ook de regering is bezorgd, meent Brunswijk. Assembleelid Melvin Bouva ziet graag dat tot de volgende vergadering de regering wel communiceert met het volk. En ik heb de president ook gezegd, minister van Financiën, er moet geld vrijgemaakt worden, want dit moet echt onderzocht worden. Als je overal, vanaf Stuwmeer, zelf vlak daar, Brokopondo zelf, tot het einde van de Stuwmeer, heel Zerkkreek gebied, waar er al gemeend is, overal waar al gemeend is, worden deze stoffen gebruikt om goud weer. Want ze zeggen van, als je het gebruikt, als je bijvoorbeeld 40% eruit de grond had gehaald, kan je hiermee 60%. Dus al die mensen maken gebruik daarvan. Dus voorzitter, zou ook goed zijn als je in een helikopter stapt, dan vlieg je van hier en daar. Misschien ga je met me mee enquêten, dan ga je zelf zien. Je gaat schrikken. Dus de regering is ook bezorgd. Dus wat jullie hier zeggen, ik neem niemand kwalijk hoor, op wanneer mensen zeggen van, ja, we zijn bezorgd. Ik ben ook bezorgd, want ik weet niet wat erin zit. Heel concreet, ja. Dat het meer voor het weekend wordt afgesloten voor diegenen die willen hengelen, zwemmen of wat dan ook. Dat zijn een paar concrete dingen. En ook het crisisteam waarover u hebt gesproken, voorzitter. Dat is waar we naar uitkijken, concrete acties. De vicepresident benadrukte dat de activiteiten met chemische stoffen al jarenlang gaande zijn. Totdat de resultaten van een degelijk onderzoek bekend zijn, ziet Brunswijk de oplossing niet in het ontoegankelijk maken van het Afobaka Stuwmeer. Dat onderzoek moet komen om vast te stellen hoe schadelijk het water in het meer is. Er zijn deskundigen in het gebied voor verder onderzoek, aldus de VP.